Ik ben Marcel Drens. Ik woon hier op een kleine 500 meter voor jou aan de rechterkant hier van het prachtige aardgascondensatoropslag van de Maan. Oké, hoe voel je je vandaag? Opgetogen, blij, nog vol energie. En wat mij betreft mag ik weer nog wel een week doorgaan. Oké, dan nog even terug naar het begin. Want je bent een van de twee samen met Bram geweest die Code Rood hierheen heeft gekregen eigenlijk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Door een groep pleidooishouders schijnbaar. Dus, we zijn toen, het was volgens mij september vorig jaar, zijn wij naar Amersfoort geweest. Op een avond. Toen waren er nog twee partijen over die konden kiezen. Dat zou Rotterdam worden of Groningen. En wij hebben, als tweede dus mochten wij ons pleidooi houden. En ik vond die van Rotterdam vond ik echt hartstikke goed. Ik denk, dit wordt niks. Dus we hebben ons pleidooi gehouden. En samen met andere mensen eromheen heeft een videoreportage gewerkt. Maar in ieder geval, ik heb in ieder geval het praatje gehouden daar. En schijnbaar zoveel indruk gemaakt. Dat gelukkig Code Rood hier naar Groningen is gekomen. Ja, en dan stap je s'avonds in de auto, Bram en ik, en dan zeg je, we hebben Code Rood naar Groningen. Maar wat nu? Ja, ik bedoel, ze zijn het. En dan kom je dus in een geweldig netwerk van mensen. Waarvan ik zelf vind dat ik een heel klein radertje ben in het spelletje. Je mond valt open van de ene verbazing in de andere verbazing. Hoeveel mensen eigenlijk achter de schermen en ook voor de schermen misschien werken verzetten voor Code Rood. Waarvoor we deze 4-5 fantastische dagen tot nu toe hebben kunnen organiseren. En één die moet het doen op logistiek en de andere op de media. En nog weer een andere op EHBO. De andere voor de keuken. Maar voor die mensen maken ook een gigantische diepe buiging. Want dat valt niet mee om bijna 750 mensen de eerste paar dagen te koken. Ik ben diep en ook echt diep onder de indruk. Je woont hier vlakbij. Wat doet dat met je? Deze vraag vind ik heel moeilijk. Maar dat met me doet. Een tweeledig gevoel. Blij, trots om deel uit te mogen maken van Code Rood. Blij, trots door al die mensen die ik in de afgelopen 11 maanden heb ontmoet. Zowel uit binnenland als buitenland. En die ik dan niet meer herken. Maar dan komen ze op de kamer en dan is het zo: hey, Marcel! En dan krijg je echt gewoon een gigantische knuffel. En eigenlijk ook wel heel erg, misschien dat het straks wel over is, of misschien dat het morgen wel over is. En dan is het voorbij. En dan ben ik heel erg benieuwd in wat voor gat ik ga vallen. Of misschien val ik wel niet in een gat. Dat maakt me ook wel weer een beetje weemoedig van shit, het is voorbij straks. Okay. Hartelijk dank. Geniet er nog van. En vol het over. We zullen jullie niet vergeten en de strijd gaat door. En ik durf namens Bram wel te zeggen dat wij jullie ook zeker niet gaan vergeten. Oké, super. Dankjewel.